Hallo, ik ben Pascal en ik wil je vragen om even met mij mee te kijken. We zijn afgelopen week heel druk bezig geweest met het aanmaken van klascursussen, oftewel eigenlijk een klasomgeving waar jij als loopbaanbegeleider met je eigen klas in communiceert. Het is de bedoeling dat je daar even een paar dingetjes in aanpast naar je eigen stijl en dat ga ik je laten zien. We beginnen hier even bij Blackboard, bij gewoon de pagina waar je op opent als je ingelogd bent. Je ziet hierboven het knopje Beauty College en je ziet hier een aantal mededelingen die door collega's geplaatst zijn in hun klasomgeving voor hun eigen klassen. Je ziet hier bijvoorbeeld iets over een salonindeling of meenemen van materialen. We gaan eventjes verder kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hierboven in deze balk ga je naar cursussen. Dat heet nou eenmaal een cursus, maar dat kan een klasomgeving zijn, dat kan een lesmodule zijn, maar bijvoorbeeld ook een cursus, maar die heet dan bijvoorbeeld planningen. Dus eigenlijk zijn het gewoon een soort van mapjes en dat heet nou eenmaal cursus. Hieronder zie je de cursussen waar ik bijvoorbeeld lid van ben, in het geval van je studenten zijn dat hun vakken. Dus een student ziet dit eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Die ziet Nederlands, die ziet rekenen. En in dit geval ziet hij zijn klasomgeving. Ik heb even gekozen voor de O3B. Bij jullie is het natuurlijk een andere code. Die tik ik even aan en dan kom ik in de klasomgeving. Dit is jouw omgeving met jouw klas samen. Het is wel de bedoeling dat we een aantal dingen op dezelfde manier doen, zodat het herkenbaar is. En er is ook vrijheid dat je zelf bepaalde dingen toevoegt. Nou, wat zien we hier op deze pagina? Dit plaatje heb ik gemaakt voor deze klas. Een heel aantal cursussen hebben nog niet zo'n plaatje, maar ik ben daar wel hard mee bezig. Mocht je zelf een leuke banner daar plannen voor hebben, dan mag je ook bij me komen. Dan maak ik het voor je of ik help je het te maken. Deze banner heb ik dus gemaakt voor deze klas. En bij jou ziet dat er misschien net iets anders uit. Hier rechtsbovenin zie je de knop aan en die kun je ook weer uitzetten. Dat is de bewerkingsmodus. Nou, dat is wel belangrijk, want als die uitstaat, dan kun je als mentor eigenlijk niets hier veranderen, of als docent. En als die aanstaat, dan kun jij pas aanpassingen plegen. Dus dat is wel handig om dat eventjes aan te zetten. Dan gaan we hier even aan de linkerkant kijken. Dan zie je een aantal knoppen. En deze eerste vier knoppen, die staan in iedere klascursus van het Beauty College. En die blijven daar ook staan. En het is de bedoeling dat je dat zelf een beetje bijhoudt qua teksten en dergelijke. Als ik op het eerste knopje tik, nou, dan kom ik gewoon in die eerste bladzij tegen. Die heet dan ook gewoon welkom. Dit is eigenlijk de plek waar jij tegen je studenten zegt van, joh, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. In deze omgeving kun je allerlei informatie vinden. Dat zij ook even weten wat dit is en wat er te doen is. Nou heb ik hier een tekstje ingezet, maar de bedoeling is dat jij die even verandert, want het is jouw eigen welkom aan jouw eigen klas. Hoe doe je dat? Nou, dit dingetje noemen we een item. En als je dat item wil bewerken, want dat is wat je wil doen, dan tik je hier op dit kleine vinkje en dan kies je voor bewerken. Nou, dan, soms moet hij even laden, moet je even niet van schrikken. Soms werkt Blackboard niet direct wat je wil of loopt het even wat langzamer. Geen paniek, gewoon even wachten. Soms kun je even op vernieuwen. Boven je scherm heb je zo'n rond pijltje, dan kun je vernieuwen. Vaak wordt hij daar ook wat vlotter van. Hier kun je in ieder geval even je tekst veranderen. En dat is de bedoeling dat jullie dat allemaal gaan doen. Dus bijvoorbeeld, hallo, mijn naam is Pietje. En dan typ je hier bijvoorbeeld op welke dagen je op school bent. Leuk dat de studenten in de klas zitten enzovoort. Af en toe hoor je mijn kat tussendoor, maar die kan ik nou eenmaal niet uitzetten. Dan kies ik hiervoor verzenden. En verzenden betekent eigenlijk niet meer of minder dan plaatsen. Dus verzenden. En dan plaatst hij mijn mededeling. Die staat nu hier. Dan heb ik hier verschillende, maar gewoon eventjes een foto neergezet. Je vindt verschillende foto's. Gewoon om jou even een idee te geven dat het leuk zou kunnen zijn om hier bijvoorbeeld leuke klasfoto's te plaatsen of andere zaken. Die wil je vast weggooien. Dus als ik hier op dit vinkje ga staan en ik zeg verwijderen, dan vraagt hij nog een keer: wil je deze leuke foto echt verwijderen? Dan zeg je oké. Okay. En dan is die weg. Je zou er ook weer een foto in kunnen zetten. Dat leer ik je in een ander filmpje.
We gaan even door naar het volgende knopje. Die heet afspraken. En de bedoeling is dat iedere student hier zijn loopbaangesprekken en andere afspraken kan vinden. Niet van de vakken, maar wel van de loopbaanbegeleider. Ik zou heel graag willen vragen of dat je deze knop even wil aanpassen met een tekst die jij vindt bij je passen over die afspraken. Het mooiste zou zijn als je hier al direct je afspraken kunt intypen. Ik ga in een ander filmpje je ook leren hoe je daar gewoon een tabelletje in kan zetten als je dat in Word gewend bent om te maken. Maar ik zou hier nu kunnen typen, volgende week plaats ik hier een schema. Sorry. Met, nou dat gaat lekker, alle afspraken. Of loopbaangesprekken of hoe je dat ook noemen wilt. Verzenden betekent plaatsen en daar staat hij. Dat is alles wat ik je zou willen vragen om deze week te doen. Maar ik wil je nog eventjes uitleggen die andere twee knoppen. Bij resultaten, nou dat lijkt me logisch, daar kunnen resultaten geplaatst worden. En de laatste knop is mededelingen. En daar kun je dus zo'n mededeling plaatsen die vooraan in het scherm komt bij studenten. Waar je wel even op moet letten is zo'n mededeling blijft daar eindeloos staan. Dus je moet er even bij aangeven wanneer die mededeling geplaatst moet worden. En wanneer die ook weer automatisch mag verdwijnen. Dat hoeft nu niet te gebeuren en daarom leg ik het in een apart filmpje uit. Maar als je wel die eerste twee knoppen, als je die eventjes een beetje op een persoonlijke, leuke, gezellige manier zou willen invullen, dan zijn we voor deze week hartstikke bij. Dankjewel.